gaan over naar onze showbiz-deskundige Vanessa Bontje van Ditjes en Datjes. Vanessa, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Ja, we vallen maar gelijk met de deur in huis met schokkend nieuws. Ja, inderdaad. Echt een paar minuten geleden heeft de NOS gemeld dat Martine Bijl is overleden. Die had natuurlijk een hele slechte periode de afgelopen jaren. In 2015 kreeg ze een hersenbloeding, waar ze ook met moeite natuurlijk maar niet overheen kwam. Ze kampte met ernstige depressies bijvoorbeeld. En ja, nu net komt het binnen. Ze is in haar woonplaats overleden, Maarsen. Ja. Ja. Er was verder niks bekend dat ze was opgenomen in het ziekenhuis of zo. Is ze in haar woonplaats zelf, in haar huis? Ja, dat is wel wat ik heb begrepen. Maar er is nog heel weinig over te vinden. Ik moet je echt zeggen, het was een paar minuten voordat we contact met jullie kregen. Ja. En ik heb gezocht en het enige wat ik kon vinden, even gauw, was NOS Teletext. En inmiddels probeer ik die site ook te bezoeken. Maar er was heel weinig Ja, via alle media krijgen we het nu binnen, hoor. Telegraaf meldt het meteen. Nu.nl heeft het op de site staan. Het is overal. 71 was ze eigenlijk nog maar, hè? Ja, veel te jong natuurlijk. En het was nog niet zo heel erg lang geleden dat haar goede vriend André van Duin ook al aangaf dat het eigenlijk hartstikke slecht met haar ging. En dat hij zich zorgen maakte onder. Dat hij er niet meer aan het lachen kon krijgen, bijvoorbeeld. Dus dat geeft wel heel erg aan hoe zwaar die vrouw het had. Ja. Afgelopen tijd, ja. Ja, moeten we een klein beetje eventjes terugblikken op haar immens grote carrière. Natuurlijk heel Holland Bakt, daar ontkom je niet meer aan. Maar de mevrouw heeft ook ontzettend veel gedaan, ook voor de musicalwereld. Ze heeft veel musicals heeft ze vertaald op echt een prachtige manier. Ja, zeker. En dat is natuurlijk waar heel veel mensen haar misschien niet van kennen. Maar jij weet veel van theater en heel veel andere mensen die daar rondlopen, die hebben haar altijd enorm geprezen om al die hertalingen die ze deed. De Engelse musicals uit alle windstreken van de wereld, wat er ook maar kwam. Maakte zij een Nederlandse versie ervan bijvoorbeeld. Nou, dat heeft ze natuurlijk briljant gedaan. Dus het grote publiek kent haar van de conservenreclame misschien nog. En, je moet de groente van hak hebben, hè? Ja, precies. Ik wilde het niet zeggen, maar In deze context mag dat heel wel. Veel. Ja, absoluut inderdaad. Ook. Ja, de musical die op dit moment ook nog speelt, The Lion King, die heeft ze destijds ook al vertaald. En heeft ze prachtige teksten over gemaakt. Want het is niet makkelijk natuurlijk om iets vanuit het Engels naar het Nederlands met dezelfde kracht en intentie nog steeds weer te kunnen geven. Maar daarin was zij toch wel echt wel een vooruitstrevend persoon ook. Dat ze dat echt op een goede manier deed. En nog steeds ook getrouwd met Berend Boudewijn, toch? Ja, dat klopt. Ja, en dat, afschuwelijk verhaal ook. Maar goed, ik vind het echt, ik schrok er echt even van, heel eerlijk gezegd. Ja, ik heb er best wel veel mogen spreken door de jaren heen. Dus het is toch wel heel pittig, Voor onze generatie ook. Het is weer een van de iconen van weleer die nu wegvallen. Ja, inderdaad. Alleen had dit natuurlijk een hele lange aanloop. Zo jong ook nog. 71, waar hebben we het over? Ja. En gewoon zo verdrietig. Als je nou zo aan je einde moet komen, zoveel voor je kiezen krijgt. Ze had nog een boek natuurlijk geschreven, waarvan ik de naam even kwijt ben. Maar dat ging natuurlijk ook over al die struggles die ze moest doormaken. En dat is een heel vervelend en verdrietig dat iemand op deze manier dan uiteindelijk de planeet verlaat. Ja, vind ik ook. Maar goed. Martine Bijl, we zullen er ongetwijfeld de komende uren en dagen nog het een en ander over gaan horen. Ja, ik verwacht wel dat daar echt aandacht aan gaat worden geschonken, inderdaad. Dat zal best groot worden opgepakt. Ja. Ik ben benieuwd wat Max bijvoorbeeld gaat doen, wat Jan Slachter zijn ideeën zijn hierover. Het zou me niet verbazen als er een prachtig eerbetoon gaat komen. Absoluut, vind ik ook. Ja, ander shownieuws, is dat er nog? Of beheerst Martine Bijl eigenlijk nu alle shownieuws? Nou ja, op dit moment wel. En er valt natuurlijk altijd nog wel wat te vertellen. Er is een baby geboren vandaag bij Joelle Witsche, de dochter van Richard Witsche, oudspeler. Dat is natuurlijk toch ook wel mooi om dat misschien toch even te vermelden. Ik bedoel, dat hoort ook bij het leven.
Zij is in januari is ze geëmigreerd naar Zuid-Korea met haar man Dave Bulthuis, of aanstaande man moet ik zeggen, verloofde. En ze is vandaag bevallen van een zoontje en hij heet Rio. En dan is er ook nog wel leuk nieuws voor Rob Kent, Snollebollekes. Ja. Dat kent iedereen wel. Ja. Die gaat vader worden en dat is waarschijnlijk rond 11 november de datum waarop de carnaval natuurlijk eigenlijk aftrapt. Dus ja. Dat gekke getal zou wel heel grappig zijn als het hem werkelijk gaat worden. Ik ben benieuwd hoe hij zijn kind verwekt heeft. Stop! En door. En naar links. Ja, naar links. Ja, naar links. Rechts, ja, ja. Zo, op die manier ook. Ja. Ja. Ja, nou ja, goed, hij verkoopt het een naar het andere uit. Hè. Dus, echt, hè? Ongelooflijk. Het is ja. Nog niet te geloven voor ja, zo'n feestact. Dus, we hadden het er straks nog over. Met één liedje kan je miljonair worden. Ja, nou ja, liedje. Mag je het een liedje noemen? Ja, hij roept handen in de lucht en van links naar rechts. Hij doet eigenlijk niks. Nee, dat is het. Kunnen wij toch ook? Hij heel knap. Hij doet gewoon lekker lijp en iedereen haakt aan. Het is ja. Natuurlijk fantastisch. Eén groot feest. Ik moet wel zeggen, de man heeft een tomeloze energie. Ja, dat wel. Ik heb een keer een live optreden van hem meegemaakt dat ik denk van hoe hou je het vol? Ja, was dat ook niet Gerard Joling die hetzelfde zei? Die had er een keer naast gestaan die dacht echt, doe even normaal joh. Ja, ik ben wel wat gewend. Zonder pilletje is, en zo ook. Dus. Yes. Zou het? Nou ja, ik heb hem er niet op kunnen betrappen. Dus laat ik hem het voordeel van de twijfel in ieder geval geven. Okay. Ja, dus met hem gaat het ook heel erg goed. Goed zo. Gelukkig.